Mijn naam is Remco van Olst. Ik ben verantwoordelijk voor de operaties van Kamerlot in Nederland. Ik wil je graag van harte welkom heten bij het mooiste en het leukste bedrijf van West-Europa. Althans, dat is wat wij vinden. Dat je nu naar deze instructiefilm aan het kijken bent, betekent dat je door de selectieprocedure bent heengekomen. En het betekent dat wij denken dat jij een prima ambassadeur voor ons zult zijn om tijdelijk te gaan wonen op een van onze locaties. Het ambassadeurschap heeft veel voordelen, zoals goedkoop wonen, avontuurlijk wonen. En tegelijkertijd, en dat zal in deze instructiefilm duidelijk worden, vraagt het ook een aantal bijzondere verantwoordelijkheden van jou. Waar het kort gezegd op neerkomt, is dat wij jou vragen om verantwoordelijk en zorgvuldig met het eigendom van iemand anders om te gaan. En dat controleren we dan ook. Kortom, kijk goed naar deze instructiefilm. Lees de bewonersgids die jij straks zult ontvangen goed door. En je moet nog een bruikleenovereenkomst ondertekenen. Lees die en bestudeer die zorgvuldig. Dan weet ik zeker dat ik nog maar één ding tegen je hoef te zeggen. Fijn dat jij onze ambassadeur wilt zijn en heel veel woonplezier bij Kamerlot. Ik ben Robin, ik ben werkzaam voor Kamerlot. We zijn vandaag aanwezig in een oud schoolgebouw in Amsterdam-West, waar een aantal mensen voor ons wonen. Nou, als je voor ons gaat wonen, is het belangrijk om te weten dat je niet huurt bij ons, maar dat je bij ons bruik leent. Met andere woorden, het pand is niet van ons, het pand is van iemand anders en wij beheren het pand. En als bewoner neem je het pand in bruikleen. Nou, aan bruiklenen zijn een aantal voorwaarden. Is dat het niet jouw pand is, dus dat je niks aan het pand mag veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan schilderen, boren, maar ook het vervangen van sloten. Doe dat altijd in overleg en goedkeuring van Kamerlot en dan is het wel of niet toegestaan. Als je voor Kamerlot gaat wonen is het belangrijk dat je verzekerd bent. Je moet een familiale verzekering hebben. Bewoners mogen zich niet bij de gemeente inschrijven op het adres van het pand. Daarnaast zul je zo snel mogelijk moeten verhuizen, inboedel neerzetten en er daadwerkelijk gaan wonen. In het kader van brandveiligheid is het belangrijk dat je meteen de rookmelders ophangt, de brandblusser en dergelijke neerzet, zodat je op alles voorbereid bent. Omdat je er woont, ga je overlast van derden tegen. Het pand is minder vandalismegevoelig omdat er mensen wonen. Daarnaast kan het pand niet gekraakt worden en omdat je er woont, hou je de staat van het pand in de gaten. Neem bijvoorbeeld een lekkage. Als je dat ziet, dan meld je dat. Kunnen wij actie op ondernemen, waardoor de schade beperkt blijft. De verwachtingen die Kamerlot van onze bewoners heeft, zetten we hier nog even voor je op een rijtje. Grote verbouwingen in en aan onze panden zijn uit den boze. Je mag je domicilie niet plaatsen in het Kamerlot-pand. Waar nodig dien je je aan te melden bij de nutsbedrijven. Je bent met alle bewoners verantwoordelijk voor het pand waar je woont. Je onderhoudt en bewoont netjes. Geen vuilniszakken als gordijnen bijvoorbeeld. Bij kleine storingen of mankementen gaan we ervan uit dat je zelf actie onderneemt. Of je het nu zelf op kunt lossen of ons nodig hebt, meld de storing altijd. En als het is opgelost, laat je het ons ook even weten. Een mailtje is genoeg. Indien er een ernstige storing plaats heeft die niet de volgende werkdag gemeld kan worden, dan kun je contact opnemen met het noodnummer van Kamerlot. Gebruik dit nummer alleen in nood. Als er problemen zijn, van wat voor aard dan ook, neem dan direct contact met ons op en samen lossen we het op. We gaan er ook vanuit dat je voor ons bereikbaar bent. Geef daarom vakanties en wijzigingen van e-mail of telefoonnummers daarom tijdig door. Huisdieren zijn niet toegestaan in de panden, tenzij je schriftelijk toestemming van ons hebt. Zelf draag je zorg voor de familiale verzekering en ben je verplicht het brandpreventiepakket te installeren. Internet- en televisieaansluitingen zul je zelf moeten verzorgen. Maandelijks houden wij pandcontrole bij al onze panden om te kijken naar de staat van het pand, of het representatief en netjes bewoond wordt en of er misschien problemen zijn. We kondigen pandcontroles niet aan. We weten zelf ook niet precies wanneer we komen. En daarom zullen we altijd uiteraard eerst aanbellen om te kijken of er iemand thuis is. Nou, krijgen we geen reactie, dan hebben we zelf de sleutel, maken we de deur open. En zodra we binnen zijn, maken we duidelijk twee keer kenbaar dat we binnen zijn door Kamerlot te roepen. Nou, krijgen we geen reactie, dan lopen we door het pand om te kijken of het dus netjes bewoond wordt. Of het geen rommel is, of het geen
viezig is. En dan moet je denken aan stapels afwas, wat bijvoorbeeld weer ongedierte aantrekt. En tevens controleren we ook de brandveiligheid. Dus of vluchtwegen vrij zijn. Of de rookmelders plafond hangen. Die je hebt meegekregen van ons. En of de brandblussers er staan. Nou, mocht er iets niet kloppen, dan laat een bezoekerskaartje achter. Met een opmerking van, jongens, ruim de gang even op. In verband met brandveiligheid. Nou, geef daar dan gehoor aan en dan is het probleem opgelost. Zou je dat niet doen, krijg je een officiële waarschuwing. En twee officiële waarschuwingen is einde. Bruiklijnovereenkomst. En dan zul je dus op zoek moeten naar andere woonruimte. Nou, belangrijk om te weten is dat wij het pand tijdelijk beheren voor een eigenaar. Dat wij dus geen eigenaar zijn. Mocht je als bewoner nou problemen, klachten of opmerkingen hebben, dan zul je die altijd aan Kamerlot moeten richten. En de eigenaar verder met rust laten. Wij ontzorgen de eigenaar om het beheer over te nemen. Dus al het contact gaat via ons. Mocht de eigenaar zijn pand willen bezichtigen, dan zal hij dat aankondigen bij ons. En stellen wij jullie daarvan op de hoogte. Tijdens onze pandcontroles controleren we op de volgende zaken. Is alles schoon en opgeruimd? Henneplantages, uiteraard niet toegestaan. Bewoners die in het pand verblijven zonder onze toestemming. De aanwezigheid van huisdieren en of de alarm- en blusmiddelen correct zijn geïnstalleerd en de nooduitgangen vrij zijn. De omgeving van je pand dien je ook netjes te houden, net als de algemene ruimte. Ook het energiegebruik houden we regelmatig in de gaten. Na controle laten we altijd even een bezoekerskaartje achter, zodat je weet dat we zijn langs geweest en eventueel iets hebben geconstateerd. In de bruiklijnovereenkomst hebben wij een opzichttermijn van 2 weken. Die is wederzijds. Dus haal altijd een adres voor jezelf waar je op terug kan vallen. Want misschien kunnen we jou niet doorplaatsen naar een ander pand. En dan zou je dus misschien tijdelijk zonder woonruimte zitten. Omdat opzichttermijn 2 weken is, is het ook belangrijk voor ons om een contactpersoon van jou te hebben. Iemand die je spullen kan verhuizen als je bijvoorbeeld zelf niet aanwezig bent. Stel, je bent 3 weken op vakantie. Kan het zijn dat het pand leeg moet zijn voordat jij terug bent. Dus jouw contactpersoon moet op de hoogte zijn van jouw woonsituatie en jouw spullen kunnen verhuizen. Opzichttermijn van de bruiklijnovereenkomst is 2 weken, omdat een eigenaar de flexibiliteit wil behouden om dus weer snel bij zijn pand te kunnen. Nou, verder, als je bij ons op contract bent gekomen, dan krijg je een inlogcode voor MyCastle. MyCastle is je eigen account waar je alle informatie kan vinden die je nodig hebt om voor Kamerlot te wonen. Zodra je voor ons woont, log in en lees de bewonersgids door. Daarnaast kan je MyCastle gebruiken mocht een verwarming stuk zijn, een lekkage. Meld dat via MyCastle. Ja, hier is de lekkage. Ja. En we denken dat het gewoon vanuit de douches... Kijken. Als bewoner ben je ons visitekaartje naar de opdrachtgever toe. Dus wij verlangen van jullie dat jullie netjes wonen, geen overlast veroorzaken en de passende maatregelen nemen om overlast tegen te gaan. In ruil daarvoor kan je vaak wonen op bijzondere locaties tegen een aantrekkelijke prijs. En als laatste willen we je nog het volgende meegeven. Contact met de eigenaar van het pand is niet toegestaan. De eigenaar heeft wel altijd toestemming om zijn pand te bezichtigen. Houd daar rekening mee. Maak goed gebruik van je MyCastle-account voor meldingen en informatie. De wederzijdse opzegtermijn is 14 dagen. Sloten vervangen, alleen in overleg met Kamerlot. En roken is verboden, behalve in de ruimtes die daarvoor zijn aangegeven. Brand geen kaars in het pand en start er geen bedrijf. Zonder schriftelijke toestemming van Kamerlot mogen er niet meer dan 10 man verblijven. En wil je toch een feestje geven, dan moet dat altijd aangevraagd worden. Dit is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Kamerlot. Afval opruimen en geen spullen laten slingeren. Verblijf en bewoon in de aangewezen ruimtes van je pand die daarvoor bedoeld zijn. Haal daarom geen stickers of posters weg, zodat alle bewoners en bezoekers weten waar je niet mag komen. Verboden middelen zijn eenvoudigweg niet toegestaan. Koken doe je veilig en in de daarvoor aangewezen ruimte. Verhuizen in een pand doe je alleen in overleg met ons. De maandelijkse vergoeding voor de bruiklijnovereenkomst geschiedt via domicilering. Na beëindiging van de overeenkomst en correcte oplevering van het pand wordt de borg in de 8e week teruggestort. Heb je een betalingsachterstand van 2 maanden of langer, dan zal de overeenkomst worden beëindigd. En als laatste wens je natuurlijk heel veel woonplezier. En welkom bij Kamerlot.